Meerderheid, minderheid, extraparlementair, zakenkabinet. Niets is zo onvoorspelbaar als deze formatie. Wat zal er uitkomen? Krijgen we echt Geert Wilders als minister-president of toch Plasterk? Wat zie je als je dwars door de Haagse schaakspelletjes heen kijkt? Marianne Zwageman en Maurice de Hond nemen je mee dwars door de formatie. Goedemorgen Maurice, goedemorgen kijkers, luisteraars. Nog steeds de oude leader, maar ik heb wel een nieuwe koffiemok gekregen van Brenda, een van onze trouwe kijkers. Die vond het niet kunnen dat ik deze brandingkans liet liggen tijdens het koffiedrinken. Dus bij deze, dankjewel Brenda, heel blij mee. En het smaakt ook gewoon lekkerder uit je eigen mokje. Ik doe wel vrolijk, maar ik heb deze uitzending wat grimmig aangekondigd, Maurice, zoals je vanochtend misschien hebt gezien, met een ontspoorde trein. Ik heb ook het gevoel dat Nederland een beetje ontspoord is, dat we een hele, hele bizarre week achter de rug hebben. Die moeten we even helemaal doornemen in al zijn grimmigheid. Maar er was ook een heel belangrijk lichtpuntje. Het afscheid van Thierry de Groot. En hij heeft al eerder afscheid genomen, want hij was eigenlijk helemaal niet gekozen in de Tweede Kamer. Maar toen mocht hij terugkomen, want er was iemand zwanger. Maar de manier waarop hij nu afscheid nam, en dat was notabene in het debat over de natuurherstelwet, daar ga ik misschien nog een aparte video over maken, want daar is een heleboel belangrijks gezegd, wat weer niet is overgenomen door de media. Dus daar ga ik op terugkomen. Maar hij nam nu wel echt afscheid op een manier dat je denkt, oké, die komt echt niet meer terug. Met een afscheidsinterview in de Leeuwarden Courant en mooie woorden voor iedereen. En hij nodigde iedereen uit om een biertje te komen drinken in Nieuwspoort, de collega-kamerleden. Dus die man komt echt niet meer terug. En wat heeft die man onvoorstelbaar veel schade aangericht. En tot en met het menselijk leed aan gewoon de tafels in de boerenkeukens in Nederland. Laten we niet vergeten, het zelfmoordpercentage onder boeren in Nederland is ongelooflijk hoog. Doordat ze continu in de onzekerheid zijn gestort door zwalkende politici. En Thierry de Groot heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Dus ik wilde daar toch even bij stilstaan. Het is belangrijk dat we van die man af zijn. Verder is er vandaag een belangrijke mars in Amsterdam. Een vredesmars. Moet jij daar nog naartoe straks, Maurice? Nee, ik ga naar een paasbrunch van mijn zoon en mijn kleinkinderen zijn daar ook. Dat vind je belangrijker dan vrede? Ik vind vrede heel belangrijk. Maar ik doe nooit mee aan marsen. Nee, ik heb alleen in de coronatijd een paar keer ben ik naar het Museumplein geweest. En daar heb ik niet de allerbeste ervaringen van de wereld aan overgehouden. Ik weet ook niet of het zin heeft. Maar aan de ene kant, ja, ik vind het wel altijd goed dat mensen de straat op gaan. Dat is eigenlijk alleen maar goed. Het heeft zin voor de mensen zelf. Het heeft zin voor de mensen zelf die eraan meedoen. Dus voor de saamhorigheid. Nee, maar ook voor mensen zelf. Als ze bij demonstraties ook, als ze het gevoel hebben dat ze daarmee hun gevoelens kunnen uiten, dan kan ik me voorstellen dat je dat dan doet. Waar je dan ook voor staat, hè? Ja. Nou, als je over welk onderwerp dan ook je machteloos voelt en je kan eigenlijk niks doen, dan ga je iets doen waardoor je zelf het gevoel hebt, ik heb er tenminste wat aan gedaan. Ja. Dus daarmee heb ik altijd respect voor mensen die voor wat dan ook opkomen. Ook de mensen die de A10 opklimmen voor Extinction Rebellion. En ook de mensen die met de Palestijnse sjaals in de stations zitten. Want ook die komen allemaal op voor iets wat ze belangrijk vinden. Ja, maar er zijn grenzen waar je dan weer overgaat. En met name de plekken waar je dan bewust hinder geeft aan anderen. Dat vind ik niet de manier om het te doen. Nee. Maar als je het doet op een plek waar mensen je wel zien, maar waar je geen hinder levert voor anderen, dan vind nou, ik vind een beetje hinder mag best hoor. Ik heb in het verleden ook een grote demonstratie georganiseerd toen onze polder dreigde onder water gezet te worden door de groene maffia. Toen hebben wij echt wel overlast veroorzaakt. Ik vind dat ook daar is er wel een grens die je niet over moet gaan, maar je mag best wel een beetje burgerlijk ongehoorzaam zijn. Maar dat mensen de straat op gaan, voor wat dan ook, juich ik in principe altijd toe. En ik had deze week wel heel erg het gevoel, ik had daar nog een stukje over op mijn site gezet, een klein gedichtje waarin ik mij afvroeg, is dit dan het moment dat je op moet staan? Maar tegen wie dan precies of tegen wat? En hoe doe je dat? En als je opstaat tegen iets, ben je dan automatisch ook ergens voor? Dat vind ik bijvoorbeeld in dat Israël-conflict heel ingewikkeld. Hè? Kan je ook gewoon tegen oorlog zijn? Of is het laf om alleen maar tegen oorlog te zijn? En is dat naïef?
Want ik zou best moedig willen zijn. Maar ten eerste weet ik niet hoe. En ik weet ook niet zeker of ik het durf als het erop aankomt. Of ik het dan durf om moedig te zijn. Ja, dat is altijd een grote vraag. Ik bedoel, ik heb over mijn vader heeft veel verteld over wat er in de oorlog gebeurd is. En hij was ontzettend moedig. En dan krijg je onmiddellijk bij jezelf het gevoel, hoe zou ik zijn onder die vergelijkbare situatie? Ja, ja. En dat weet je pas als je er staat, waarschijnlijk. Ja, en gelukkig hoop ik nooit op precies dezelfde situatie te staan. Alhoewel ik wel merkte dat ik in ieder geval één ding van hem overgenomen heb. En dat heb ik gemerkt in dingen die ik gedaan heb in het verleden, maar ook zeker tijdens de coronaperiode. Dat je bij wat je doet niet primair denkt aan en wat voor consequenties zal het voor mezelf hebben. Dat vind je onbelangrijk ten opzichte van wat je vindt wat je moet doen. Ook als het consequenties heeft. Ja. En dat was de les bijvoorbeeld die mijn vader me ooit vertelde. En die zei, kijk, als er aan de overkant van de weg een vrouw in elkaar geslagen wordt en jij staat aan deze kant, kan je twee dingen doen. Je kan doorlopen of je kan er naartoe gaan. En als je er naartoe gaat, loop jij grote risico's ook. Maar hij zei, weet je wat een veel groter risico is? Als je doorloopt en je hoort later dat die vrouw is overleden, dat je de rest van je leven jezelf kwalijk neemt, dat je niet bent opgetreden. Ja. Dat vind ik wel in die zin een makkelijker voorbeeld, want dan speelt het zich voor je ogen af en heb je ook het gevoel dat je wat kan doen. En hier voel ik een soort machteloosheid. Bij de coronacrisis had ik ergens nog het gevoel dat ik met de platforms die ik heb enig verschil kon maken. Heb ik ook echt wel gemaakt, weet ik zeker, jij ook. Maar hier denk je, ja, het is zo ver van mijn bed, heeft het überhaupt zin? Het is ontzettend moeilijk dan. We moeten het eventjes over de formatie hebben. Ik schreef ook in mijn aankondiging vanochtend, als je alles doet zoals je het altijd deed, dan krijg je wat je altijd kreeg. En dat is het gevoel wat mij enorm bekruipt bij de formatie zoals het nu gaat. Ten eerste duurt het allemaal veel te lang. Er is zoveel aan de hand. Rutte is gewoon weer lekker naar China, de minister-president aan het uithangen. De trein dendert maar door. En het schiet niet op. Maar vooral, ik zit ondertussen op mijn telefoon even dat lijstje te zoeken van wie er allemaal langskwamen deze week bij de informateurs. Dan denk ik, ja, dit is Mariette Hamer all over again. Al dat Haagse gepeupel, dat schuift weer aan. En dan krijg je dezelfde uitkomst, is mijn grote angst. Ja, dat risico is groot. Heel groot zelfs. Ik bedoel, je hebt daar ook... Hoe kijk jij daar tegenaan dan? Nee, dat is precies hetzelfde wat jij zegt. En dat komt, ja, er zitten weer vier partijen met elkaar. En die zijn bezig om toch compromissen met elkaar te vinden. En dan merk je ook, ja, dat er ook, zeker zo die van Zwol, die natuurlijk een grote ambtelijke verleden heeft. Ja, die is gewoon dat aan het doen wat hij ook altijd deed. Hij was in 94 al, geloof ik, de rechterhand van Kok of zo. Ja. Of in 98, ik weet het niet precies. En toen hij 29 was, hielp die Kok al bij het formeren toen van het kabinet wat er toen moest komen, begreep ik. Dus die man die loopt echt al letterlijk zijn hele werkende leven mee aan de hand van dat soort politici. Hij is gewoon de rechterhand van Mark Rutte geweest, van Balkenende geweest. Die man is zo'n onderdeel van het oude Haagse spel. En ik wil niks ten nadele van die man. Hij maakt op mij een hele vrolijke indruk en hij zal ook heus veel weten. Maar het is te veel het oude spelletje spelen volgens de oude spelregels, heb ik het gevoel. Ja, dat is waar. Dat zou het kunnen zijn. Ik denk dat het uiteindelijk de proof of the pudding is in the eating, zeggen ze altijd. Dus wat er aan het eind uitkomt, dat is pas het moment waarop je eigenlijk kan zeggen, wat is het effect geweest van wat ze in de tussentijd hebben gedaan. Maar dat het niet hoopgevend is en dat het niet op een nieuwe manier gebeurt, dat is evident. Dus er is veel reden om je zorgen te maken. Maar wellicht worden we verrast door het eindpunt. Ja, maar dat is dus mijn punt. Als je het doet zoals je het altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Ik moet heel erg terugdenken aan... ik zat in de directie van Dagblad de Telegraaf. Nou, daar had ik echt wel wat speelruimte om de dingen te doen zoals ik het wilde. Hè, dus dan heb ik geen stijl overgenomen en later een poont op gericht en dat soort dingen. Allemaal gezellige, leuke... out-of-the-box dingen. Maar toen kwam ik in de holdingdirectie. En
Dus toen was ik samen met twee anderen, met Frank en Rob, werden wij met z'n drieën verantwoordelijk voor alles wat er in Nederland gebeurde bij de Telegraaf. Dus dat was 6000 internetsites, maar ook, of 600 internetsites, maar ook alle kranten en radio, tv, weet ik veel. Dat viel heel veel onder. En toen was ik, denk ik, toch geïntimideerd. Dus wij gingen ook naar een veel groter kantoor, op een hogere verdieping. En toen ging ik het doen zoals iedereen het deed. Dus toen ging ik bila's hebben en managementvergaderingen. En ik zat eigenlijk de hele dag in vergaderingen waarvan ik dacht, ja, ik weet eigenlijk niet precies waarom ik hier zit. Het schiet volgens mij ook niet verder op. Maar ik ging er toch naartoe omdat ik heel erg het gevoel had van, ja, maar ik zit nu op zo'n serieuze plek. Ja, zo doen ze dat hier. En toen nam ik dus iemand aan, Mark Joosten, die daarvoor Funda had opgericht. Die nam ik aan als lid in mijn directieteam. Die ging een stuk daarvan aansturen. En die kwam gewoon niet op al die vergaderingen. Die deed het gewoon allemaal anders. En die liep ook gewoon weg uit de vergadering als het nergens over ging. En pas veel later dacht ik, ja, ik had dat dus ook moeten doen. Maar voordat je het weet, ga je meelopen in een trein en ga je conformeren aan dingen. En als ik nu wel eens terugdenk van als ik nu weer op zo'n positie zou komen, zou ik gewoon vanaf dag 1 gewoon alles afschaffen, alles opheffen, kont tegen de krip gooien. Anders krijg je het gewoon niet veranderd. En nu zie je dat we hebben dan wel twee partijen die niet eerder mee hebben gedaan, of eigenlijk drie partijen die niet eerder mee hebben gedaan, maar toch lopen ze allemaal in hetzelfde spoortje mee. Volgens mij kan dit niet goed aflopen als je daadwerkelijk een nieuwe bestuurscultuur wilt. Ja, ik denk dat je gelijk hebt. Het is wat jij noemt is meer de Argentijnse aanpak. Maar ik heb ook al eerder gezegd. Ja, maar nu moet je oppassen wat je zegt, want anders komen we weer, komt de IVD weer aan de deur. Hè? Ja. Nee, maar kijk, wat ik al eerder zei. Ze hebben het al 20 jaar, 30 jaar lang over de bureaucratie in de zorg. En altijd, elke partij vindt dat een groot punt. Niks is er veranderd. Je kan niet veranderen door dat geleidelijk te doen. Je moet eigenlijk, en het klinkt gek, en dan zullen er allerlei redenen worden gezegd waarom het niet kan. Je moet even eerst alle regels afschaffen. Ja. En zeggen, we vertrouwen nu de werkvloer. En dan gaan we nog eens kijken wat we er weer aan toevoegen. Dus breng de autonomie terug naar de mens die de eindverantwoordelijkheid heeft op de plek zelf. Ja. Op allerlei plekken. En ga dan kijken wat je dan nog op een niveau daarboven moet organiseren. Maar door te denken dat je het van bovenaf een proces kan veranderen. Nou, en zeker niet waar we inmiddels in spinnenwebben hangen van allemaal regels en andere dingen. Daar kan je alleen maar drastisch doorheen gaan. En niet via een geleidelijk proces. Want dat geleidelijk proces stapelt weer nieuwe regels op. Nou ja, precies. En wat jij net schetst is wat ik altijd noem de macht moet terug naar het ambacht. Ik heb daar ook vrijdag weer een stukje over geschreven in mijn Telegraaf-column die later vandaag op mijn site komt. En ik had er ook een interessant gesprek over met een arbeidseconoom van TNO afgelopen week in Op z'n Kop. Maar hij was van mening, hè, toen ik ook ongeveer zei wat jij nu net zegt, zei hij van ja, maar dat is een HR-vraagstuk van een ziekenhuis of een bedrijf waarin dat opgelost moet worden. Dus ik denk, nee, dit is een cultuurvraagstuk. En dat begint bij onze politici. Die zeggen, wij willen gewoon een ander land. En dat betekent dus ook dat je al die vergaderclubjes en overlegclubjes die aanschuiven, nu ook bij die informateurs, die moet je als eerste afschaffen. Ik heb zelf een keer een jaar bij de BOVA gewerkt, hè, om even een voorbeeld te geven. Nou, dan er moet bijvoorbeeld een nieuwe wet komen. Het maakt niet uit waarover op mobiliteitsgebied of whatever. Wat gebeurt er dan? Oh, dan moet er overleg komen met de werkvloer of de branche of whatever. Dus dan is er de ANWB en de BOVAG en allerlei van die clubjes. Die komen dan met een mening en dan is de industrie is gehoord. Nou, ik was bij de BOVAG een van die mensen die dan naar Den Haag moest. Maar voordat er vanuit de BOVAG een standpunt was, want daar zaten fietsenmakers en caravanverkopers en autodealers en autobedrijven die niet bij een dealer. Nou, die vochten elkaar al helemaal de hut uit. Dus er was al een enorm politiek standpunt. Voordat de BOVAG wist wat ze wilden, dan waren er al heel veel mensen ontevreden. Dan werd het BOVAG-standpunt nog eens samengevoegd met dat van de ANWB en de FOCWA en nog een paar van die. En dan ging het eens een keer. En nu ook bijvoorbeeld, wie is de voorzitter van de BOVAG?
hand en broeken. Nou, die man heeft nog nooit een auto verkocht, heeft nog nooit een steeksleutel vastgehouden. En zo zitten er allerlei van die brancheorganisaties. Ja, daar zitten allemaal gesjeesde politici die allemaal al veel te lang meelopen. En die hobbelen nu allemaal weer naar binnen bij die twee informateurs. Het wordt niks, Maurice. Ja, sorry dat ik zo negatief ben, maar ik zie dit dus gewoon niet goed komen. Dan moet echt... Caroline moet met haar vuist op tafel slaan. Jongens, of Wilders moet het doen. We gaan het gewoon op deze manier niet doen. Nou, ik deel je angst en ik deel je analyse. En ik heb, ja, als het er niet drastisch anders wordt, dan krijg je precies hetzelfde. Met nog een schuimlaagje erbovenop. Maar dat schuimlaagje maakt de boel eerder complexer dan verbetert het. Er moet echt onmiddellijk de helft van de. Binnen een maand moeten de helft van de regels buiten werking gesteld worden. Via een noodverordening. Want dat konden ze toch prima, noodverordeningen tijdens. Nou, dan ga je gewoon. In elk departement ga je alle belangrijke regels langs. En dan zeg je welke willen we aanpassen. Onze eerste actie, we stellen ze buiten gebruik. En dan gaan we nog eens kijken hoe we verder gaan. Zal ook weer de IVD worden volgende week. Ja, precies. Wij krijgen de IVD weer op. Laten we andere ja, maar goed. Maar nu zit jij alweer te ver in de uitwerking. En dat is... Ik bedoel, die politici moeten zich beperken tot waar willen we naartoe. En vervolgens moet de rest van Nederland zorgen dat we daar komen. Maar als wij weten, oké, we zijn op weg daar naartoe, want onze leiders hebben die route uitgestippeld, dan gaan wij met elkaar daarheen. En dan laat maar aan ons over dat we daar komen. Maar ze gaan ook te vaak op de stoel van de uitvoering zitten. Ik hoorde wel een interessant gesprek daarover. Een van de mensen die dus aanschoof bij die informateurs van de week is een mevrouw waarvan ik de achternaam vergeten ben, maar van voren heette ze Nathalie. Zij is geweldig, de baas was van de. Ja, zij is de baas van de UWV. Ze zat bij Sven Kokkerman op Radio 1. Ik vond het een geweldig gesprek. Verademing. Mensen moeten verademing dan echt even was terug. Dat. Ja, echte verademing. Zij zei het ook heel duidelijk. Laat ons het nou gewoon uitvoeren. Als jullie alleen maar zeggen wat we moeten doen. Laat ons ook van tevoren nadenken. Als jullie wetten willen veranderen. Echt, jongens, een aanrader, zeg ik even tegen de luisteraars. Het is maar een half uurtje van je tijd. Zoek hem even op in je podcast. Geweldig was ze. Ik bedoel, ik heb meteen daarna naar Sven een mailtje gestuurd. Wat een geweldig mens had je daar. Ja, ik bedoel, ja. Als, echt waar. Goed dat jij dat zegt ook. Ja, ik bedoel, maar, als zo eentje met een bezem door Den Haag mag, prima. Nou, zij had in ieder geval een hele goede visie. En, maar zij zei ook, zij was dus op gesprek geweest bij die informateurs, maar zonder dat de politici daarbij waren. Dus die informateurs, die Van Zwol en Dijkgraaf, die zitten met z'n tweeën de hele week al die mensen te ontvangen. Dat ik denk, wat is het nut hier nou toch van? Ik weet het ook niet. Laten we even doorgaan, ik weet het niet. Nou ja, laten we even doorgaan. Niet. We hebben het over de formatie vooral. Ja, maar ik heb ook geen antwoord daarop. En ik zeg alleen, misschien komt er toch iets uit die hoge hoed wat ons toch wel verrast. Wellicht. Ja. Maar ik ben bang dat dat niet gebeurt. Maar die Nathalie gaf mij ineens hoop op een bepaald. Toen ik dat hoorde, dat gesprek, dacht ik, god, dat soort mensen zitten daar ook, blijkbaar. Ja, ik wilde wel, ik haalde net de verkeerde comment naar boven, wel deze even naar boven halen. Het UWV, waar deze vrouw dus voor verantwoordelijk blijkt te zijn, die maakt zelf natuurlijk ook verschrikkelijk veel fouten. Dus Sandra zegt, ik hoop dat dat bekend is. Ja, dat weet zij zelf ook. Want zij zei ook in die uitzending dat ze af en toe ook gewoon als klant belt naar het UWV. Om te kijken hoe ze dan te woord wordt gestaan. Maar ook dit soort clubjes, als het UWV, hebben juist natuurlijk ook heel veel last van die zwalkende politici. Exact, die... Dat legden ze geweldig uit. Ja, dat legden ze ook geweldig uit. Dus je zal maar moeten werken in zo'n werkomgeving. Dan hebben we ook met z'n allen een probleem. Dan was er deze week ook nog de melding van een enorme, maar echt een huizenhoge financiële meevaller. Of met andere woorden, een ongelooflijke rekenfout bij financiën. Verkeerde inschattingen gemaakt, waardoor er ineens 15 miljard over is. Dat moet het leven aan de formatietafel ook iets overzichtelijker maken, zou je denken. Ik liet me wel vertellen dat een hoop van die meevallers zijn wel eenmalig. Hè? Dus dat kan je niet dan 4 jaar lang elk jaar uit blijven geven. Dus om even een voorbeeld te geven. Als je zegt het afschaffen van het eigen risico kost 6 miljard.
we hebben 15 miljard jaar over. Nou, dan kun je dat betalen. Maar die 6 miljard is per jaar. Dus je kunt alsnog niet denken van, we maken dat wel eventjes daar allemaal aan op. Maar er wordt natuurlijk altijd gezegd van, ja, er zitten bij BBB mensen, die kunnen niet eens 1 plus 1 optellen. En wat wordt er dan allemaal met die partijen? Maar nee, we hebben gewoon... Nee, maar stel je even voor, kijk, ik weet niet hoe jij het doet, maar ik maak ook ieder jaar een begrotingtje. Dat ik denk, nou, wat zal ik ongeveer hiermee verdienen, daarmee verdienen? Wat ben ik kwijt aan onderhoud van mijn studiobus en alle andere dingen? Nou, dan weet ik een klein beetje wat ik overhoud. Zo werkt dat als ZZP'er. En dan maak je misschien ook nog 2 of 3 scenariootjes. Maar op het moment dat je er gewoon 15 miljard naast zit, ja, wat voor mensen zitten daar dan? Het geeft niet het beste vertrouwen van de wereld over wat er nu zit, hè, aan zowel politici als ambtenaren. Want ook een minister van Financiën zou toch moeten zeggen, joh, als je zo'n begroting presenteert, maar je blijkt er 15 miljard naast te hebben gezeten, heb je jezelf dan wel goed opgelet? Nou, ik moet zeggen, dat is voor een minister wel heel lastig, hoor. Die kan niet de Excel-sheets induiken of de andere om precies te kijken wat dan verkeerd is. Maar het geeft aan hoezeer in de processen, in de ambtelijke processen, hoe weinig checks en balances er zijn. Ik bedoel, dat was ook in de coronaperiode. Als ik maar, waar ik ook de diepte in ging bij RIVM of CBS-cijfers, dacht ik, ja, daar zitten aannames in, en zelfs verborgen aannames, waarbij ik eigenlijk denk dat de meesten die vervolgens de cijfers presenteren, ook niet beseffen dat er, bij wijze van spreken, een 15 miljard fout in zit. Als namelijk de uitkomsten zijn die ze graag willen brengen, dan zijn ze niet kritisch. Dus Zo'n groep brengt dan op een gegeven moment blijkbaar iets over cijfers waar een beetje consensus binnen dat departement is. Van we moeten ze downhouden enzovoort. Dus negatieve cijfers zijn eigenlijk wel fijn. Dan wordt dat makkelijker gebracht dan als dat positieve cijfer er komt. Want dan zegt iemand, kan je niet even een paar keer narekenen of je geen fout hebt gemaakt. Ja, maar dat kijk, is een proces wat gebeurt. Ja, maar kijk, het woord meevaller is al een ontzettend verkeerd woord. Want dat impliceert dat de vlag uit kan. Hè? Je loopt de straat op, hey, er ligt 15 miljard. Oh, het is blijkbaar van niemand. Ik stop het even lekker in mijn zak. Meevaller. Het is gewoon een andere uitkomst dan de eerdere uitkomst geweest is. Nou ja, en het kan dus betekend hebben dat er allerlei bezuinigingen zijn doorgevoerd die niet nodig waren geweest. En bezuinigingen hebben vaak ook een enorme impact op allerlei dingen in de maatschappij. Maar wat het ook betekent in dit geval, is dat ze gewoon niet doordenken wat het effect is van hun beleid. Dus er was bijvoorbeeld een meevaller van, er was een hogere post inkomsten van, ik geloof echt een enorm bedrag, iets van 3 of 4 miljard. Omdat ze de belastingregels voor directeuren, groot aandeelhouders hebben veranderd van BV's. Die hebben vervolgens natuurlijk allemaal een belletje van hun fiscalist gehad van, joh, laten we even dit jaar wat aangifte doen voor dingen, want nu geldt nog het lage tarief, want anders ben je volgend jaar aan de beurt, dan wordt het meer. Daardoor is er dan dit jaar even, dat is dus geld wat vooruitgeschoven is. Dat komt dus niet volgend jaar binnen, maar dat komt dit jaar binnen. Maar dat is hetzelfde als op het moment dat je een wet maakt en je zegt, oké, supermarkten mogen geen sigaretten meer verkopen. Wat doen dan alle supermarkten? Die kopen het winkeltje naast de supermarkt op en maken daar een sigaretwinkeltje van. Hier in Scheveningen ook gebeurd. Hè? Die Jumbo zat een restaurantje, dat hebben ze uitgekocht. Hup, dan hebben ze een sigaretwinkeltje ernaast gemaakt. Dus op het moment dat je zo'n regel invoert, denken politici niet even na van wat gaat het effect daarvan zijn in de maatschappij. En dat vind ik het huiveringwekkende eraan. Dus op het moment dat jij inderdaad die belastingregels voor die directeuren groot aandeelhouders gaat veranderen, dan gaan zij weggetjes eromheen verzinnen. Dat is wat ik ook altijd doe. Daar ben je ondernemer voor. Op het moment dat er iets komt waar jij het niet mee eens bent, dan bel je een adviseur en dan zeg je, vind mij er even een weggetje omheen. Dat is wat ondernemers doen. En een deel, en dat vind ik misschien wel nog zorgelijker, van die 15 miljard, is geld dat ze wel gereserveerd hadden om uit te gaan geven, maar wat ze niet uitgegeven krijgen. Dus zelfs geld uitgeven lukt niet. Dat is hetzelfde voorbeeld met Hugo de Jonge, die een hele trits van die containerwoningen bestelt. Maar vervolgens kan hij nergens een stukje grond vinden om die containers op te pleuren. Dus wat ze daar ook verzinnen aan beleid, ze krijgen het gewoon niet uitgevoerd. Dus de totale machteloosheid van het landsbestuur zit in die 15 miljard. Ja,
Dat, het is ook vaak niet goed in te schatten, hè, wat voor effect het van tevoren precies heeft. Maar dat betekent tegelijkertijd dat je ook heel voorzichtig moet zijn met modellen en voorspellingen. En van, we hebben een tekort van 17 miljard. En dus moeten jullie maar zorgen, hè, dat, even los van die 15 miljard. We hebben een tekort van 17 miljard. Dus dat moeten jullie wel regelen. Terwijl die 17 miljard veel zachter is dan zij pretenderen. En dus moeten ze met elkaar maatregelen nemen voor die 17 miljard. Maar blijkt het misschien, als het in de werkelijkheid, is het ook maar de aanname van, nou, we gaan ervan uit dat dat en dat gebeurt. En dan is er een tekort van 17 miljard. Maar als dat en dat niet gebeurt, is het misschien een tekort van 12 miljard. En dus al die harde getallen en ook het doorrekenen van het verkiezingsprogramma geeft een soort schijnzekerheid. En dat domineert dan de discussies, terwijl het daar eigenlijk niet om zou moeten gaan. Natuurlijk moet je uiteindelijk financieel een balans zoeken, maar net doen alsof dat soort doorberekeningen, nou ja, dat merken we vaak, net alsof die modellen kloppen en het model van zoveel besmettingen zullen er komen, oh, dan moeten we nu een lockdown doen. Ja. En daar hebben we gewoon wat goede voorbeelden van. En zo werken, nou ja, ook die stikstofmodellen, die werken met dezelfde soort schijnzekerheden, waar vervolgens beleid op wordt gebaseerd. Ja, met wat ik net al zei, wel de zodanig verstrekkende gevolgen dat gewoon die boeren zich ophangen in de stal, terwijl het niet nodig was geweest. Dus dat ik bedoel, dat is wel uiteindelijk de uitkomst van dat zwabberbeleid. Hè? En dat moet en wat je dan vooral verliezen. En wat je dan vooral merkt, dat ook in de politieke discussie, mensen die een bepaalde visie hebben, een bepaalde kant op willen, worden dan om hun oor geslagen met cijfermateriaal, wat eigenlijk zo slap is als maar kan. Maar wat het erge is, als ik dan naar de media ga kijken, de NPO en de kranten, dan volgen die lijn. En zijn dus ook vaak heel weinig kritisch op het cijfermateriaal wat ze zelf krijgen. Nogmaals, hebben we bij corona eigenlijk ook gezien. En dat herkennen we nu, dat proces, ook bij de andere componenten. Ja. Waardoor die, laat ik zeggen, die vrijheid van handelen, waar we het net over hadden bij de formatie, wordt door dat soort dingen ook, het spinnenweb die we hebben, dit is een groot onderdeel van dat spinnenweb waar iedereen in vastgekleefd zit. Nou ja, maar het is gewoon heel slecht voor het vertrouwen. Want op het moment dat er weer een maatregel komt, weet ik veel, de wegenbelasting gaat weer omhoog. Want ja, het is allemaal nodig. Denk je, ja, nodig. Vorige keer zat je er ook 15 miljard naast. Dus ik geloof het gewoon niet meer. Dat is uiteindelijk natuurlijk het effect als je dit soort dingen doet. Ja, ik wil even, we maken even een zijsprongetje, maar het is misschien wel ook een bruggetje naar een ander onderwerp. Een vraag van Rob Mutt, die al een tijdje in beeld staat. Een vraag aan jou, Maurice. Kan er ook een politieke partij ontstaan waarbij het volk zelf steeds per onderwerp kan stemmen, zoals bij een referendum, bijvoorbeeld over windmolens of asielopvang? Daar zijn natuurlijk wel eens initiatieven geweest in die richting, hè? Ja, maar een partij komt niet van de grond met dit geheel. Het zou alleen zijn, maar dat was mijn voorstel ook, hoe we na de verkiezingen door zouden moeten gaan. Namelijk geen regeerakkoord, ministers van allerlei partijen en meerderheden in de Kamer proberen te krijgen. En als er geen meerderheid in de Kamer is, dan het aan de bevolking voor te leggen. En als daar de meerderheid van de bevolking dat voorstel wel accepteert, dan moet de Kamer dat overnemen. Dat zou een beetje lijken op dit, maar niet een nieuwe partij. Want zelfs als hij het fantastisch zou doen en 10 zetels haalt, so what? Ja, dan moet je 76 zetels halen, anders heeft het geen zin. En die haal je echt niet, hoor. En dan alsnog moet je de grondwet veranderen waarschijnlijk om dit te kunnen doen. Dus dan moet je kan een vorm maken zoals deze. Maar wat ik beschreef, hoeft hij de grondwet niet te veranderen. Want als de partijen die aan de regering meedoen zeggen, we doen een niet bindend referendum, het is gewoon een soort vorm waarin we de bevolking raadplegen, en wij zeggen wel toe, met z'n allen, de meerderheid zullen we in ons stemgedrag in de Tweede Kamer volgen. Ja. Dat is geen grondwetswijziging. Nee, precies. Maar die grondwetswijziging voor het welbindend referendum, die is natuurlijk al een heel eind gevorderd. Daar is de SP heel erg druk mee. Die is inmiddels de eerste keer nu door de Eerste en de Tweede Kamer gegaan. Dus dan moet hij nog een keer door de Eerste en de Tweede Kamer. En wat zij voorstellen is wel echt een correctief referendum,
wat erop neerkomt als de regering zou besluiten. Nou, hè, we gaan inderdaad 2 keer zoveel windmolens bouwen. Dan kan er vanuit de bevolking een referendum worden opgestart om dat tegen te houden. Om de Tweede Kamer daarin te corrigeren. Maar andersom zou ook heel goed zijn. Een voorstel van wat een wetvoorstel van een minister die afgekeurd is in de Kamer. Die zou als ware nog alsnog aan de bevolking voorgelegd kunnen worden. Enzovoorts. Maar goed. Maar dat raadplegend referendum, waar jij dat we nu in feite over hebt, dat stond ook deze week op de rol in de Tweede Kamer. En dat is dan geïnitieerd door Forum voor Democratie. En vervolgens liep daar het debat heel erg uit de hand. Hè? Tot en met, we hebben alle ophef wel meegekregen. De bedreiging die er, wat Martin Bosma zei, het was voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog, dat er sprake was geweest van daadwerkelijke bedreiging in de parlementaire zaal. Hoe heb jij daarnaar gekeken? Nou, vooral toen die avond dat over Tsjechië en veiligheidsdiensten en Russisch geld, toen dacht ik, hier speelde iets anders dan wat we dachten wat er speelde. En daar moet ik even iets over vertellen, want ik ken de Thierry ken ik al sinds eind van de jaren 2008 of zo. Toen was hij docent in Leiden en nodigde me uit voor lezingen en zo. Dus ik had redelijk contact. Dus toen hij in 2016, rondom dat Oekraïne-referendum, kreeg ik van hem de opdracht om wat onderzoek te doen. En toen bleek dat een behoorlijk deel van de Nederlanders, duidelijke meerderheid van de Nederlanders, negatief was. En aankondigde ook om negatief te stemmen. En ik heb ook, geloof ik, op een congres van Forum voor Democratie. Maar dat was geen politieke partij, maar dat was gewoon een organisatie. Dat was een denktank toen, ja. Ja. Heb ik ook een keer een lezing gegeven over dat onderzoek, voordat dat referendum was. En daarna was het referendum. En toen, niet lang daarna, zei hij dat hij een politieke partij zou starten. Heb ik hem zwaar afgeraden. Ik zei, dat word je niet gelukkig door. Toen kreeg hij 1 zetel. En bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 had ik vooral contact met Otte, want dat was de campagneleider. En heb ik onderzoek gedaan over die verkiezingen en het beleid om te gaan, hoe je bij de verkiezingen moest optreden enzovoort. Maar dus de fase waar het over gaat, is niet de fase waarin toen die politieke partij werd, maar hij stelde vragen over 2016 rond dat referendum. Ja, hij is Klaver politieke... hè, in dit geval. Klaver en Paternotte, ja. Ja, en ik heb zwaar de indruk dat zij al eerder al dingen weten wat uit die Tsjechische materiaal blijkt. En wat je vervolgens, ik weet niet of je dat ook hebt gevolgd over Erik de Vlieger, wat er gebeurde. Want in een artikel in NRC werd Erik de Vlieger gezegd dat hij de oprichter was van een website. Ja, Voice of Europe. Ja, maar dat was hij helemaal niet. Maar Erik de Vlieger heeft toen de mailwisseling met de journalist en heeft op een gegeven moment niet meer geantwoord op die vragen. Ik heb diezelfde journalisten, had ik ook aan mijn staart hangen. En dan is er een methode dat als je op een bepaald moment niet meer antwoord geeft, dat ze het dan zodanig kunnen formuleren dat het lijkt alsof je zelf wat te verbergen hebt, maar geen antwoord geeft. Ja. En wat ik denk, wat er nu voorgesorteerd wordt, doordat wat er die dag in de Tweede Kamer gebeurde, op materiaal wat in de komende dagen naar buiten komt, waar Forum een negatieve ergens genoemd wordt en misschien ook geld heeft gekregen, misschien vooral in die eerste periode. Maar daarop wordt nu voorgesorteerd. Iets anders is dat Thierry de fout maakte om daar met open ogen in te lopen en dingen te zeggen die gewoon stupide zijn in een Tweede Kamer, zodat alles zich daarop richt, terwijl we wel belangrijke dingen hebben. Als hij het op een andere manier had aangepakt. Maar dat was ook op dat moment was het ook helemaal niet het onderwerp. Het was dus de vraag van Klaver was eigenlijk totaal buiten orde. Ja, had helemaal ging over een heel ander onderwerp. Met dat debat. Want dat debat ging dus inderdaad over dat wetsvoorstel voor dat correctief referendum. Ja. Raadgevend referendum, ik moet het goed zeggen.
Overigens, voor de mensen die dat debat niet hebben gezien, kijk even terug wat Michiel van Nispen van de SP, die deed ook mee aan dat debat, die legde daar heel goed uit hoe dat SP-voorstel eruit ziet voor dat referendum. Dus dat vond ik een waardevolle bijdrage van het debat. Ik heb ook namelijk de vorige keer gekeken, want dit was volgens mij de tweede termijn van de Kamer. De eerste termijn was maanden geleden. Toen was er echt helemaal niemand bij dat debat. Ook Van Nispen was er toen wel van de SP, of iemand anders van de SP. Maar Klaver en zo, die waren daar helemaal niet. En Pater Notte niet. Het was al sowieso geen chefzagge. Het was niet voor fractievoorzitters. Maar nu ineens waren Pater Notte en Klaver daar allebei. Dat was al bijzonder. Dus het is 100% zeker een opzetje geweest waarin Pater Notte en Klaver naar de Kamer gingen. Waarschijnlijk omdat zij, en deze wijsheid heb ik dan van Wouter de Winter in zijn podcast. Die zitten ook, de fractievoorzitters zitten in die commissie stiekem, waar de AIVD al dingen deelt met fractievoorzitters die zij dan niet verder mogen delen. Dus zij hebben waarschijnlijk al voorinformatie gehad. Zeker. En met die voorinformatie zijn ze dat debat ingelopen, wat er helemaal niet over ging, om Thierry uit de tent te lokken. En dat lukt natuurlijk ook, want hij is er inderdaad met ogen open ingelopen. Maar wat ik belangrijker vond net, is wat jij zei. Ten eerste, even een knipwarning aan dokter Marina, hè, de mevrouw op Twitter die de vorige keer ook het filmpje heeft geknipt om jou in een kwaad daglicht te zetten. Maurice de Hond heeft dus geld aangenomen van Thierry Baudet om onderzoek te doen rondom het Oekraïne-referendum. Waren het roebels? Nou, hoe heb je het betaald gekregen? Roebels in een envelopje? Nou, volgens mij neemt mijn bank geen roebels aan. Dus ik kreeg echt euro's overgemaakt van de rekening van de organisatieforum. En daarna ook van de partijforum voor democratie. Ja, dus je bent toch een beetje medeplichtig aan... Zo wordt het uiteindelijk geframed op een gegeven moment. En dat was wat er eigenlijk ook gebeurde. Ik ben er echt van overtuigd dat ze vrijwel zeker rondom dat referendum geldstromen op een bepaalde manier zien. En dat ze en door wat ze nu gedaan hebben al in de Kamer, terwijl de organisatie Forum voor Democratie, voordat ze politieke partij werden, ik vraag Klaver, mag ik jouw cijfers ook hebben van de BV, van jouw BV of zo? Nou ja. Wat wel een beetje dom was van wat er gebeurde. Nou ja, Baudet liep er met open ogen in, laten we dat maar even zeggen. Ja, en ging ook gewoon dan kunnen zeggen, wat is de relevantie ervan? Ja, die ging veel te ver. Ja, want er zitten natuurlijk ook mensen bij ons in de comments die team Thierry zijn. En die zeggen, wat was er nou voor bedreiging? Het ging toch helemaal nergens over. Dat ben ik op zich in zoverre met je eens, dat ik echt niet geloof dat Klaver zich daadwerkelijk bedreigd heeft gevoeld. Nee, maar als je daar in de Tweede Kamer staat en je hebt het serieuze belang om dat referendum erdoor te krijgen, dan ga je niet tegen Klaver zeggen, doe even je broek uit, want dan kan ik even kijken of je een vagina hebt. Ik bedoel, weet je, dan neem je dat vak niet serieus. En dat is ook mijn belangrijkste bezwaar. Tegen Thierry, je zit daar wel gewoon je salaris als Kamerlid te incasseren. Je bent er vrijwel nooit. En als je er bent, dan ga je er een theatershow van maken. En daar ben je niet voor ingehuurd. Ga dan gewoon het theater in en probeer daar dan je boterhammetjes mee te verdienen. En waar ik wel in meega, is op het moment dat je inderdaad dit soort dingen zegt, kan ik me wel voorstellen dat er in de achterban, de echt heftige, gefrustreerde achterban, misschien wel mensen zijn die denken, als ik die Klaver tegenkom, dan sla ik hem eens even op zijn bek. Ja, nee, het is totaal ongepast. Je moet het gewoon niet doen. Het is gewoon onverstandig. Maar waar ik even naar terug wil, is die onderzoeken die jij toen deed over het Oekraïne-referendum, die werden dus betaald door de voorloper van de Partij Forum voor Democratie. Maar de uitkomst daarvan, waarin dus het merendeel van Nederland zei, wij willen Oekraïne niet bij de EU, is daarmee toch niet door jou gemanipuleerd zoals de Russen de uitkomst wilden zien? Nee, ik denk het niet. Het was al 6 maanden voor de verkiezingen deed ik een onderzoek, waar al duidelijk was dat de grote meerderheid van de Nederlanders tegen was. Ja, wij waren gewoon, ik heb toen helemaal niet gestemd, ik zat in Brazilië, weet ik nog.
Maar wij wilden gewoon de Oekraïne niet bij de EU. Vervolgens kwam er dat beroemde inlegvelletje en de toezegging van Rutte van nee, dat ging allemaal zo'n vaart niet lopen. Het loopt inmiddels zo'n vaart wel. Want dat moet je natuurlijk Thierry wel meegeven. Alle voorspellingen die hij toen deed, en dat staat gewoon allemaal op video, en het is allemaal terug te kijken. We zitten er gewoon nu wel middenin wat hij toen voorspelde dat er zou gaan gebeuren. En daar mis ik dan, zoals ik dat ook bij corona mis en op een heleboel andere onderwerpen ook, dat politici eens eerlijk zeggen van ja, het is inderdaad gelopen zoals onze criticasters dachten dat het zou lopen. Maar ik kan uitleggen hoe het kwam of wat dan ook. Maar ze doen alsof het er niet is. Ze verklaren je alsnog voor gek. Ook al kun je je gelijk aantonen. En dat vind ik het frustrerende eraan. Ja, en weet je wat dat gelijk is? Ook in 2005 hadden we een referendum. En dat ging over de grondwet van de EU. Waar ook 63% tegen was. Waarbij een van de belangrijke dingen, ook bij die tegenstemming, is dat eigenlijk het gevoel was toen, en eigenlijk bij dit referendum, totaal niet het onderwerp SEC wat zo verschrikkelijk speelde. Maar het was een beetje een uiting van, eindelijk mogen we iets zeggen en eigenlijk om iets onbelangrijks, want waar gaat het eigenlijk om? We zullen je even laten zien, we zullen je even een poepje laten ruiken. En wat er dan gebeurt, zowel in 2005 als 2016, dan wordt er tegengestemd en dan dendert de trein inderdaad zo door met een kleine aanpassing, zodat ze zich formeel kunnen zeggen, ja, maar het klopt toch, we hebben ons toch aan de uitspraken gehouden. Waarbij dat zijn allemaal componenten waardoor het wantrouwen van mensen verder wordt versterkt en de frustratie wordt vergroot. Maar, ja. Maar men is in staat om het als het ware af te leiden van desinformatie en zo. Nou, ik moet zeggen, als ik desinformatie bekijk de laatste 5 jaar, dan weet ik wel waar de grootste desinformatie vandaan komt. Van de officiële instanties. Exact, en van de politici zelf. Die ook niet terugnemen wat ze allemaal aan onzin hebben verspreid. Ja, en ook nooit, en wat ik nog erger vond en vind, nooit in staat waren, nooit bereid waren om een discussie aan te gaan. Ik bedoel niet met de willekeurige iemand, maar met bijvoorbeeld wetenschappers, professoren met andere standpunten. Die werden meteen neergezet als complotdenkers, wappies. Dus ja. je poneert wat. Wat eigenlijk voor een deel fake news is of misinformatie. En wat we in het verleden nog wel hadden, dat we openbare debatten en wetenschappelijke discussies hadden, waar iedereen wijzer van wordt, beide kanten, gebeuren dan niet. En dan ben je nu aan het huilen van al die desinformatie op die sociale media enzovoort. En je merkt dat behalve op X, op andere plekken, als je probeert bepaalde informatie te zetten, Dan nog steeds word je eraf gehaald. Hè? Dus als nog aan de lopende band op LinkedIn zie ik nog continu dat mensen worden verwijderd. Wendy Mittermeier bijvoorbeeld en al andere mensen die ik dan nog ken uit de coronacrisis. Bij Google word je minder goed gevonden. Ja. En zij klagen over al die misinformatie. Terwijl het gaat, dat is echt verschrikkelijk. Maar dat is wat ze nu ook. Dat is de truc die nu ten opzichte van Forum gaat gebeuren. En met Forum nemen ze dan iedereen de weg mee uit met vergelijkbare standpunten als Forum over bepaalde onderwerpen? Ja, door gewoon dat valletje op te zetten en binnenkort naar buiten te komen. Er is Russisch geld naar Forum gegaan. Of dat nou gebeurt, wanneer dat nou gebeurd is en hoe dat nou gebeurd is. En in welke mate de betrokkenen precies wisten hoe dat geld nou precies liep. Want dat wordt ook meestal. Ja. En of het daadwerkelijk wat heeft opgeleverd. Ik bedoel, jij en ik hebben ook allebei op onze site een clubje of mensen kunnen lid worden. Dus er zit misschien ook wel een Rus in mijn clubje, weet ik veel. Ik heb geen idee. Ik controleer ook niet elke keer als er 15 euro binnenkomt. Dus het is daarmee niet gezegd dat je je dus ook voor een karretje hebt laten spannen. Ik doe gewoon wat ik doe en mensen betalen mij daarvoor. Nou, hartstikke veel dank daarvoor, want dat stelt ons in staat om dit soort uitzendingen te maken. Maar ik zeg nog steeds gewoon precies wat ik wil. En ik laat mij niet betalen om iets te zeggen. Maar ik denk dat het veel groter is dan Forum. Als je gewoon even naar de timing kijkt. Er is een Europese verkiezing aanstaande. Daar maken heel veel mensen zich heel veel zorgen over de ruk naar rechts die we waarschijnlijk gaan zien.
Dus moet er nu volop angst gezaaid worden dat iedereen die iets anders wil dan wat nu het heersende beleid is, die wordt gecriminaliseerd, die wordt verdacht gemaakt. Die zal dan wel door de Russen omgekocht zijn. Het begint misschien nu eventjes met het in een kwaad daglicht zetten van Forum. En misschien ook wel terecht, want dat kan ik helemaal niet beoordelen. Maar we weten nu alweer dat het de komende maanden in de media vooral zal gaan over desinformatie, Russische beïnvloeding. Dat was bij eerdere verkiezingen ook zo. En toen bleek uiteindelijk dat dat helemaal geen ene fuck voorstelde. Ja, maar let op. Het echte doel is niet Forum. Het echte doel gaat de PVV worden de komende week. Ja. Want ik bedoel, Forum is geen machtsfactor. Geen partij. Ik bedoel, nee. Maar PVV wel. Dus wat er gaat gebeuren is, er komen componenten bij waar de PVV rechtsom of linksom iets is gebeurd. En dat wordt heel groot uitgespeeld. Forum ja. is maar een eerste stap. Maar de komende weken wordt het de PVV waar ze volop afgaan. Daar ben ik echt van overtuigd. In het verlengde van wat je net zei. Omdat de kans heel groot is met de huidige situatie. En de verkiezingen zijn over ruim twee maanden. Juni. Waar de kans heel groot is dat niet alleen in Nederland by far de grootste partij, een PVV-achtige partij is. Dus het doel is de PVV en niet Forum. Helemaal eens. En het enige is wel dat Wilders zit ook in die commissie stiekem, is zelfs de voorzitter daar inmiddels van, begreep ik. Dus die heeft ook die voorkennis. En hij heeft meteen dat debat hierover aangevraagd. Dus hij voelt zich waarschijnlijk comfortabel op basis van de voorkennis die hij heeft, dat het niet om hem gaat. Maar dit is nog maar het begin. En er zal gespind worden, er zal van allerlei informatie verspreid worden die wij ook niet kunnen controleren. En dat was vorige keer ook zo. Toen was Ollengren nog heel druk, nog als minister van Binnenlandse Zaken, heel druk bezig met het waarschuwen voor de statelijke actoren en dit en dat. En er is allerlei wetgeving ook gekomen, ook in Europa. Dus ik vind het, we leven in enge tijden hoor. Waar wij het nu over hebben, betekent ook dat deze video waarschijnlijk weer in de algoritme van YouTube. Dus mensen, steek even je duimpje op, word abonnee van onze kanalen. Dat helpt allemaal, want dit soort dingen hardop bespreken, het komt al bijna gewoon niet voor. Ik bedoel, Maar het punt is, ook bij het optreden van Wilders zou het best kunnen zijn dat hij weet dat hij, althans uit de Tsjechische informatie, niet naar boven komt. Maar gegarandeerd dat er journalisten zullen zijn die zeggen, wat ik bedoel, dat heb ik nou al langs horen komen op dingen waarop ik hoorde al de verdachtmakingen daarover. Ik ben er absoluut niet gerust op wat er dan precies gaat gebeuren. En omdat ik juist de methode heb gezien, hoe journalisten, hoe gemakkelijk ze van 1 plus 1 4 maken. Als het naar buiten komt en dan blijkt eerst Forum onder het doel te zijn. En eerst is Matthijs van Nieuwkerk. En 4 weken later is het die. En 8 weken later is het die. En 16 weken later is het die. Dus dat traject wordt afgelopen. En de sneeuwbal. En misschien is de PVV mij pas echt aan de beurt. Want dan zijn de verkiezingen snel. Ja. Ja, nee, helemaal eens. Het gaat gewoon zo ver dat ik kreeg een mailtje in mijn mailbox vrijdag. Ik moet een e-learning ding doorlopen van de NPO. Voor respectvol samenwerken of weet ik veel. Ik bedoel, ik kom nooit bij de NPO. Ik zit hier in mijn thuisstudiootje mijn dingetjes te doen. Sowieso ben ik nooit respectvol met iemand. Ik heb voor niemand respect. Doe even normaal. Respect moet je verdienen. Dat moet ik niet in een e-learning. Maar inderdaad, het is een sneeuwballetje. Het eerste balletje gaat rollen en het wordt groter en groter en groter. En het wordt een soort lawine en het vermorselt alles. En Wilders weet het. Dat ze helemaal target hebben. Ja, maar ik weet wie het had aangevraagd voor jou. Om dat dinges. Weet je dat, wie? Dat ik die respectful learning, e-learning ding moet doen? Dat is door Bruce aangevraagd. Ja, die vindt zich zeer respectvol behandeld. We moeten even nog toch even naar een belangrijk punt, wat deze week toch groot was op de politieke agenda. We hebben nog maar 10 minuten, hè? Ja, daarom. Ik heb alle tijd van de wereld nog. Voel jij je onveilig?
Nou, macro wel. Maar niet in mijn persoonlijk leven of zo. Niet als ik op straat loop. Maar macro voel ik wel onveilig door wat er in de wereld aan de hand is. En door wat er in Nederland aan de hand is. Überhaupt, hè. Dus ik voel me verder niet persoonlijk onveilig. Want hoe heb jij gekeken naar het, ik noem het toch maar even, het Lenny Coeur debat? Ja, met ontsteltenis. Ja, mede omdat ik haar man goed ken. Ik heb hem mee gevoetbald. En ik ken ook zijn historie. Hij is als wees uit de oorlog gekomen. En heeft dus ook in een Joods weeshuis van andere jongeren gezeten. Dus ik bedoel... En dus dat... Ja, en als ik dan Asje ten Broeke een tweetje plaatste van dat ze het heel raar vond dat het OM niet op die man afging. Want die had toch gezegd, als jullie niet verder gaan, dan gooit je van het balkon af. Weet je, dat gaat echt om merg en been. En dan ook in de Volkskrant met de column schrijft, je hebt geen recht op een onbezorgde voorstelling of zo. Ik zeg de titel niet helemaal goed. Ja. Nee, ik bedoel... Verschrikkelijk, verschrikkelijk door wat er dan verder gaat. Kijk, ik begrijp de emoties rond Gaza, begrijp ik helemaal. En die heb ik ook. Het is natuurlijk verschrikkelijk voor iedereen die lijdt. En het is erg wat er... Nou, erg is gewoon veel te zacht woord. Maar ja, hoe het overslaat en zo. Weet je, dat een rabbijn in Utrecht op zijn hoofd wordt geslagen. Of dat bij iemand thuis die twee kinderen in het leger heeft, in die opgekomen... gewoon wordt bedreigd. Ja, die tweet van Erik van den Burg, die dan over die rabbijn zegt tegen die winkel van jullie hadden moeten ingrijpen. Dan denk ik, hoeveel boter heb jij dan op je hoofd, gast? Ja. Maar ik bedoel, ook dat Stadskanaal, die de kaartverkoop stopte of zo. Nou, ja, ik stuurde jou toen een berichtje van, wij gaan natuurlijk ook 16 april een bijeenkomst organiseren. Moeten we het zo nog even over hebben in de laatste 2 minuten. Dat ik ook tegen jou zei, moeten wij beveiliging gaan regelen of zo, weet je wel? Dat zijn dingen, daar zou ik 2 jaar geleden helemaal niet bij stilgestaan hebben. En nu ga je dat dan toch afvragen. Ja, maar besef wel, ik heb heel lang, vanaf 1980, elk jaar een voetbaltoernooi georganiseerd. Een Europees voetbaltoernooi. Van Joodse teams uit binnen- en buitenland. Wij hadden 10 man bewaking. Voordat het toernooi begon, gingen ze door alle vuilnisbakken en zo in om te kijken of daar niet... mijn kinderen zaten op een Joodse school waar... En dan praat ik op begin van de jaren 80, waar gewoon ook langs beveiliging voortdurend ging met hoge hekken. Dus op zichzelf ben ik dat aspect wel gewend, maar dan... Was het vooral terrorisme van buiten, waar je, hè, van buiten en zo. Wat ook gebeurde op verschillende plekken. Maar nu zijn er processen aan de hand in Nederland. En die zijn, ja, ik denk dat, ja, ik weet eigenlijk niet. Ja, bedoel, ik hoor van mensen uit mijn omgeving, van Joodse afkomst, die echt zitten na te denken van, wil ik in Nederland eigenlijk wel blijven? Maar ja, waar kan je naartoe? Ja, exact. Antarctica, want dat gaat. Antarctica, want over binnenkort is daar geen ijs meer. Dan kunnen we daar aan landen. Kun je op een bootje gaan wonen. Ik denk trouwens wel dat het enorme consequenties gaat hebben voor Timmermans. Die zat deze week ook in de squeeze dat hij toch die verklaring heeft mede ondertekend. Hè, die alleen maar door Denk en Forum voor Democratie niet getekend is. Timmermans heeft daar wel zijn naam onder gezet. Of in ieder geval de naam van de Partij van de Arbeid GroenLinks. Je hoort ook van alle kanten dat het kraakt en piept. Heb jij nog contact met oude Partij van de Arbeid mensen... die misschien sowieso al sceptisch waren over die fusie... maar nu helemaal denken, wat hebben we nou aan boord gehaald met GroenLinks? Ja, wel, maar ik denk dat die fusie gewoon doorgaat. Het is niet zo dat er massaal leden zijn binnen de Partij van de Arbeid. Die leden die dat misschien dachten zijn al weg. Of zijn een kleine kracht. Die fusie gaat gewoon door. Het zou me jaar verbazen als daar een grote weerstand ontstaat. Maar en 20 april is er weer een congres van Partij van de Arbeid GroenLinks. En daar
staat wel of niet op de agenda wat de volgende stappen gaan worden? Want ook rondom de Europese verkiezingen moeten ze misschien nog weer besluiten nemen daarover. Ja, maar het wordt gewoon één partij, heus. Jij ziet dat niet meer uit elkaar ploffen op deze... Nee hoor, ook niet op dit punt. Want dit is toch iets wat ze denk ik niet zo voorzien hadden, hè? Dat deze splijtswam in die partij zou ontstaan. Jawel, maar die splijtswam is niet zo dat het 50-50% is. Maar je hebt wel een deel van, laat ik zeggen, de oude socialisten en dan weer een bepaald deel ervan. Ja, die denken, ik hoor je niet meer thuis. Maar die hadden dat gevoel ook al daarvoor. Dus ik verwacht niet dat daar grote hectiek gaat ontstaan. Nee? Nou, ik houd er een beetje hoop. Maar eigenlijk hoop ik het natuurlijk ook niet. Want ik ben wel heel erg voor dat er ook gewoon goede linkse partijen in de Kamer moeten zitten. Zoals ik ook blij ben dat de Partij voor de Dieren in de Kamer zit. Al ben ik het bijna nooit met ze eens. Maar iemand moet wel ook voor de dieren opkomen. En als het allemaal helemaal naar rechts helpt, dan krijgen we ook geen mooi land, hoor. Dat moet je ook een beetje voor waken. Ik heb een compromis. Ik heb in mijn leven bijna altijd links gestemd. En ook D66 vaak. Ja. Maar ik ben D66 bijvoorbeeld gestopt toen ze het referendum niet accepteerden, omdat de uitslag ze niet beviel. Jij hebt gewoon nog 2000... op gestemd. Nou, in 2000... Nou, ik weet niet precies per jaar. Maar in 2005 of zo, na dat referendum. En daarna begonnen ze zich ontzettend te... En toen dacht ik, ja jongens, als je voor een referendum bent en de uitslag bevalt je niet, en dan ben je er ineens niet meer voor. Ja. Nou, dat was echt het laatste moment dat ik dacht, ik ga nog D66 stemmen. Dat was dus na de sleepwet. Sleepwet was de laatste keer dat ze het referendum niet respecteerden. Toen zat nee, maar in 2005 was dat al. Oh, toen al. Daarna heb ik het zeker nooit meer gedaan. Ik wilde het nog even hebben, maar dat doen we dan de volgende keer, over het talent dat er wel of niet rondloopt in de PVV/BBB. Want ook volgende week is de formatie gewoon nog in volle gang. Zullen we die laatste 3 minuten die we hebben toch nog even hebben over ons evenement van 16 april? Jij hebt vandaag in jouw nieuwsbrief ook een linkje verspreid naar een belangrijke Amerikaanse video. Die moeten mensen even kijken allemaal, hè? Ja, die is echt geweldig. Dat is Bill Maher. Die zit op elke vrijdagavond bij HBO Max. En die heeft het is een beetje zoals ook Lubach zijn show doet. Maar alleen wel een wat andere kwaliteit. Leuk. Maar een andere kwaliteit. En die gaat dan de coronaperiode terugkijken. En ik heb zo verschrikkelijk gelachen. En daarna, mede door jouw reactie ook, gedacht, wat verschrikkelijk is dat eigenlijk, want op Nederlandse tv zal je dit nooit zien, maar je moet hem echt kijken, want het is geniaal, ja. Ontzettend grappig en tegelijkertijd ook verschrikkelijk. Ja, hij noemde bijvoorbeeld dat voorbeeld, en verder ga ik geen spoilers geven hoor, maar heel aan het begin van de coronacrisis was er dan zo'n cruiseschip met allemaal Amerikanen erop, ergens in de Middellandse Zee, die mensen waren natuurlijk allemaal besmet, hè? Nou, dus die werden op een vliegtuig gezet en dat vliegtuig dat landde in Atlanta. En vervolgens werden die mensen, waren allemaal dus besmet, die moesten allemaal naar de bagageband en van daaruit naar 27 bestemmingen in Amerika. En hij zegt ook, als een terroristische organisatie ons land had willen besmetten, hadden we het zo moeten aanpakken. En 2 dagen later moest iedereen met een mondkapje op, ook op het strand in de buitenlucht lopen. Nou, ik moest er ook om lachen en tegelijkertijd appte ik naar jou van, ik moet er om lachen, maar ik moet er ook om janken, omdat we met deze luchtige toon nog steeds in Nederland geen grappen zien op tv. Wij blijven gewoon verdedigen dat het een goed idee was om met je mondkapje op het strand te lopen. En in Amerika kunnen ze gewoon al om lachen. En ook, zei hij, van waarom hebben wij nog steeds geen enquête, of het heet dan anders in Amerika. Ja. Voor alles hebben we grote parlementaire onderzoeken, maar hiervoor niet. Dan denk je, ja, wij krijgen dan ook wel een enquêtetje, maar dat doen de grote partijen niet eens aan mee. Dus ze willen gewoon niet toegeven hoe fout ze zaten. Maar wij gaan dat op 16 april in Zeist toch nog eventjes laten zien. We hebben afgelopen week kaartjes verkocht, alleen voor de leden van jou en mijn site. Maar inmiddels staat die open voor iedereen. Dus een oproep aan ieder. Heb je nog geen kaartje gekocht? Doe het dan zeker. We gaan een hele leuke avond van maken met z'n allen in Vigie in Zeist. We hebben de première van jouw documentaire, die later ook terug te zien is online voor de mensen die er niet kunnen komen of hem nog een keer willen zien. Jij hebt Marcel Levy gestrikt als de hoofdgast in het programma.
daar verheug ik mij enorm op. We moeten ook met hem even gaan praten over wat is er nou wetenschappelijk allemaal fout gegaan en hoe gaan we dat de volgende keer doen. En we hebben nog wat programma-onderdelen die we de komende week nog even gaan onthullen. Hè? Ben ik dan nog iets vergeten te zeggen hierover? Nee, niet echt. Ik mijn eigen ervaring bij dat soort evenementen uit het verleden met tegenwind en ook bij Blackbox was dat het ook ontzettend leuk was om met elkaar samen te zijn. Gewoon het feit dat je met elkaar bent, waarvan de meeste mensen die komen omdat ze ja, ons gevolgd hebben. En ik word dan regelmatig aangesproken, de mensen die nog steeds, die me bedanken door de ja, objectieve, neutrale informatie, waar ze zich ontzettend gesterkt door voelen. En als je dan meerdere mensen ontmoet met datzelfde gevoel, is dat gewoon ja, een gevoel van saamhorigheid, die anders is dan andere momenten die ik in mijn leven heb meegemaakt. En dat is wat er dan gebeurt. Dat is vooral waarom mensen moeten komen. En dan hebben we ook nog een filmpje. Hoe leuk is dat? Er wordt veel gevraagd om de link naar het filmpje wat we net bespraken. Het Amerikaanse filmpje. Dat op mijn site, maurice.nl. Ja. Maurice.nl, daar kan je ook voor iedereen toegankelijk. Precies, voor iedereen te zien. Daar kan je ook de kaarten bestellen voor 16 april. Of op mijn site, maakt niet uit. De link staat overal. Wij zijn door de tijd heen. Jij moet gaan paas brunchen. Ik moet met broertje naar het strand. Ik wens iedereen een hele fijne zondag. Klopt dat? Hebben we dan morgen ook nog vrij? Ik ben niet zo bij. Ja, het is tweede paasdag is dat. Oh, morgen hebben we ook nog een dagje vrij. Nou, wat heerlijk allemaal. Dan ga ik misschien morgen die video wel even maken over die natuurherstelwet. Want daar zit ook hele belangrijke informatie in. Wij zijn de volgende week weer, hè? En let op, geen grensoverschrijdend gedrag ten opzichte van Bruce. Nee, dan gaat er weer geklaagd worden bij de NPO. Dat moeten we. Nou, ik moet zeggen, ik heb wel eens ruzie met Rick, ook wel eens in de uitzending. Dus misschien heeft hij mij wel gemeld. Ik denk dat iedereen die cursus moet doen, hoor. Volgens mij was het niet specifiek op mij gericht. Nou goed, fijne zondag allemaal. Maak er een mooie paas van. En we zien elkaar volgende week weer. Tot volgende week.